In deze podcast streven we naar meer flow en minder ruis in de omgang en samenwerking met paarden. En dat doen we door in deze podcast diverse onderwerpen te bespreken, van omgang, persoonlijke ontwikkeling tot aan de training van je paard. En dit alles met als doel om jou te helpen bij het herkennen, benaderen en oplossen van ruis, zodat er steeds meer ruimte komt voor flow. En dat brengt me eigenlijk ook gelijk bij het overkoepelende doel van deze podcast. En dat is het bijdragen aan meer paardenwelzijn door het wegnemen van steeds meer ruis. Want eigenlijk is het zo dat ruis op de lijn de verbinding verstoort. Maar tegelijkertijd kan je ruis ook zien als een verborgen schat. Want het is vaak zo dat ruis het ontbrekende puzzelstukje in het geheel in zich draagt. Super interessant, zowel ruis als flow. Het zijn natuurlijk twee tegenpolen van elkaar en tegelijkertijd hebben ze alles met elkaar te maken. Nou, luister lekker mee naar deze podcast en laat je inspireren. Want ik weet zeker dat je paard heel blij wordt van meer flow en minder ruis in jullie verbinding. Een bijzonder warm welkom bij de tweede aflevering van de Horse & Flow podcast. Ik eindigde de vorige podcast met de mededeling dat ik in de volgende het verhaal van Meisje zou delen. En daarbij ook een aantal zeer belangrijke en interessante lessen die zij daarmee te delen heeft met de paardenwereld. Alleen is er tussentijds iets veranderd, waardoor ik ervoor heb gekozen om de podcast over Meisje even te parkeren en mee te bewegen met de flow die is ontstaan. Want wat is er nou gebeurd? Ik heb deel 1 van het verhaal van Yakado gedeeld en daarmee dus eigenlijk ook de Horse & Flow podcast gelanceerd. En waarschijnlijk omdat ik natuurlijk daarmee ook weer erg met Yakado bezig was en natuurlijk heel erg terug heb gekeken op onze historie, was ik ook ineens weer op de Facebookpagina beland van de manege, waar ik Yakado destijds heb ontmoet. En ja, eigenlijk kom ik daar niet zo vaak. Misschien eens in de 2 jaar of zo dat ik eens een kijkje neem. Maar ja, veel van de mensen van toen zijn er nu niet meer. En het is meer dat ik me daar nog enorm mee verbonden voel vanuit het verleden gezien, maar niet per se meer bij het nu. Maar ja, wat gebeurt er? Ik ben op die Facebookpagina en wat zie ik op die pagina staan? Het was op dat moment halverwege oktober. En daar stond het bericht dat de manege per 1 oktober 2023 is gesloten. En ja, daar viel wel even mijn mond open van verbazing. Want dat had ik eigenlijk helemaal natuurlijk niet zien aankomen. En ik heb daar toch best wel een heel groot deel van mijn jeugd doorgebracht. En hele fijne en bijzondere dingen meegemaakt. Maar toch ook wel een aantal dingen meegemaakt die mij wel hebben gevormd voor de rest van mijn leven. En ik heb eigenlijk daar een commitment gemaakt naar mezelf, maar eigenlijk nog veel meer naar de manegepaarden, die ik tot op de dag van vandaag nog niet helemaal heb waargemaakt, maar die wel altijd in mijn achterhoofd aanwezig is. En de reden dat ik over de manege wil delen in deze podcast heeft er natuurlijk mee te maken dat ik in de vorige podcast over Yakado eigenlijk al best wel een bruggetje naar de manege heb gemaakt. Daar heb ik het al even over gehad. Maar toen ik Yakado daar ontmoette, liep ik daar zelf al wel een tijdje rond. Sterker nog, ik heb de start van deze manege meegemaakt. En daardoor heb ik ook van dichtbij een aantal dingen zien gebeuren die ik nooit zou vergeten. En waarvan ik nog steeds vind dat veel meer aandacht voor mag komen.
En ik heb daarin zelf denk ik best wel verzuimd. Omdat ik, wat ik net ook al zei, wel naar mezelf toe eigenlijk een commitment heb gemaakt naar de manegepaarden toe. Juist doordat ik van dichtbij heb meegemaakt wat het met een paard doet als hij van een particulier in een manege terechtkomt. Ik heb dat niet één keer, maar wel, ja, ik moet nu even gewoon een aantal noemen. Maar je moet je voorstellen, de manege begon vanaf nul. En alle paarden en ponies werden aangekocht. En de manege groeide, dus gaandeweg kwam er ook steeds meer bij. Dus het was niet zo dat er in één keer 40 ponies en paarden stonden. Maar er kwam wel door de jaren heen steeds wat bij. En dat waren bijna altijd paarden van particulieren. We hebben geloof ik maar 1 of 2 keer manegepaarden overgenomen van een andere manege. Dus ja, dat heeft op mij een hele grote indruk gemaakt. En ik zal je in deze podcast vertellen waarom. En waarom ik ook echt vind dat de manege, zoals we die heden ten dagen toch nog wel heel veel kennen, dat dat ik echt hoop dat er steeds meer initiatieven gaan komen om dat te veranderen. Omdat het paardenwelzijn daarbij absoluut zal verbeteren en toenemen. En ook op termijn bij kinderen ook een andere kijk en een ander gevoel meegeven over het omgaan en kijken naar paarden. Ik heb waarschijnlijk het geluk gehad dat ik altijd heel sterk heb gevoeld dat bepaalde dingen niet oké waren. En ik was denk ik toch ook altijd wel vrij eigenwijs, weet ik niet. Ik vertrouwde toch altijd wel heel erg sterk op het stemmetje in mij die vaak wat anders zei dan wat de volwassenen om mij heen zeiden. Waardoor ik ook dus al jong eigenlijk totaal geen goed gevoel had bij het leven op een manege. Maar goed, dat is natuurlijk gebaseerd op een aantal feiten en die wil ik in deze podcast met jullie delen. Maar laat ik eens even beginnen bij hoe ik eigenlijk op deze manege terecht kwam. Dat was via een vriendinnetje. Ik woonde op dat moment in een pleeggezin in Nieuwegein. En ik reed paard in IJsselstein op een manege. En dat was best wel ver fietsen. En ik ging ook wel met de tram. En dan moest ik ook nog een stuk lopen. Was ik ook wel echt een uur onderweg om bij de manege te komen. Maar ja, ik had het er allemaal voor over uiteraard, dat begrijp je. En als het had gemogen, zelfs wel iedere dag. ik ging dan ook wel op de fiets daarheen. Dus dat was ook volgens mij wel echt van 3 kwartier fietsen of zo. Toen kwam daar ineens een manege in Nieuwegein, op 10 minuten afstand van mijn woonhuis. Nou, je begrijpt, ik was zo gelukkig en dankbaar. Ik vond het ook lastig, want ik moest wel ook de manege waar ik toen al een aantal jaar met heel veel plezier kwam en reed en veel meehielp, achter mij laten. Maar ja, ik voelde wel dat ik die stap moest gaan nemen. Nou, het geval was dat ik via een vriendin van mij er een beetje zo inrolde, want de manege werd op dat moment daarnaast gebouwd. Daarnaast was het een kleinschalige pensionstal. Die was van de eigenaar die ook de manege bouwde. En daar stonden dus al wat paarden en ponies die in de lessen zouden gaan meedraaien. Nou, die moesten natuurlijk een beetje in vorm gehouden worden en voorbereid worden op dat leven. Dus een beetje wennen aan verschillende mensen op je rug. En je kan je er iets bij voorstellen. En zo geschiedde, dus zo met een clubje meiden verzorgden en trainden wij dan die paardjes die de les uiteindelijk ingingen. Maar ik heb dus letterlijk de start meegemaakt van deze manege. Ik kan me ook nog echt heel goed herinneren de allereerste ponyles 's middags en de allereerste paardenles in de avond heb ik toen zelf nog in meegereden. Ben ik toen ook nog van het paard afgevallen. Kan ik me ook nog herinneren. Maar echt letterlijk de start. En dan heb ik het over een lesje van 3, 4 of zo. Hè. Dus het was echt natuurlijk heel kleinschalig.
Nou, het was zo dat de ponies, die stonden in eerste instantie nog in stands. Godzijdank is dat ondertussen officieel verboden, maar ja, ik kan niet uitsluiten dat dat nog op plekken gebeurt. Ja, ondanks het dus een complex was wat nieuw gebouwd werd en best ook wel modern opgezet, vond ik dat gelijk al echt heel ouderwets en oudbollig. En vond ik ook echt al super sneu voor die diertjes. Ik was zo rond een jaar of 13 toen ik daar terecht kwam. Maar ja, ik stond echt al gelijk niet achter het concept van een stand. En ja, ik heb ook echt wel van dichtbij meegemaakt hoe ontzettend snel dat de ponies veranderden. Ik kan me nog heel goed herinneren dat in de eerste stand stond Donald. Dat was een vosje met een best wel vrij grote pony in mijn beleving. En misschien was het wel een grote D-pony, maar volgens mij was die echt wel een E-pony. En toen Donald binnenkwam, was het echt wel een heel vriendelijk dier. Maar binnen no time was het echt gevaarlijk om... je kon zeg maar voor de stands langs, daar werd ook gevoerd. Was zeg maar een voorgang. En je kon natuurlijk achterlangs. En zowel voor als achterlangs moest je toch bij Donald wel alert zijn, zeg maar. Anders dan kon hij zijn frustratie wel op jouw bot vieren. En ergens had hij groot gelijk natuurlijk. Ja, en Donald is eigenlijk wel een mooi bruggetje naar... Nou, het is helemaal geen mooi bruggetje. Het is een heel verdrietig bruggetje. Naar wat ik daar van dichtbij echt keer op keer heb meegemaakt. Op een enkele uitzondering na. Is dat alle paarden en ponies een behoorlijke transformatie in hun gedrag lieten zien. Zoals ik al eerder zei, kwamen ze bijna allemaal van een particulier adres. En gingen dus het manegeleven in. En uitzonderingen daar gelaten, hè, want er zijn best wel maneges die al echt wel hele andere keuzes maken. Maar goed, ervan uitgaande dat de meeste manegeponies en paarden voornamelijk op stal staan. En dan door verschillende mensen natuurlijk gereden en getraind. Ieder met zijn eigen lichamelijke scheefheden, ongemakken, noem het maar op. Vaak niet op en top harnassement, hè, wat helemaal ideaal passend is voor het paard. Vaak dan een beetje zo'n middenweg. Het onderhoud voor deze paarden is ook niet altijd optimaal. Hè. Het is natuurlijk voor een manege best heel kostbaar allemaal. Elk jaar de tandarts, osteopaat, zadelmaker, dierenartskosten. Dus ja, daar wordt nog wel eens op bezuinigd. Maar goed, dat zal de ene manege structureler in handelen als de ander. Maar ja, over het algemeen kunnen we denk ik wel stellen dat het, ondanks er natuurlijk heel veel liefde is van pennymeisjes, is het over het algemeen voor de meeste paarden en ponies geen rooskleurig leven. Ook omdat iedereen toch wel weer een klein beetje anders met je omgaat. Er is vaak niet echt eenduidige structuur. De een geeft al een tik als het paard een oor naar achter doet. Bij de ander wordt weer van alles juist wel toegestaan. Het is, over het algemeen kunnen we denk ik wel stellen, is het niet het meest ideale leven wat je een paard kan gunnen. Sterker nog, het is het laatste wat ik mijn paard zou gunnen. Maar dat komt omdat ik dus van dichtbij heb meegemaakt hoe daadwerkelijk eigenlijk ieder paard binnen no time, en heb ik het echt over een termijn van enkele maanden, veranderde in zijn gedrag. En er waren uitzonderingen. En de uitzonderingen zijn dan vaak de type paarden, zoals een jacado, waar ik eerder over sprak. De enorme goedzakken, de type beginnerspaarden. He, van die paarden die voor iedereen openstaan, die naar iedereen vriendelijk zijn. Die braaf doen wat er van ze verwacht wordt. Maar ondertussen gaan ze kapot van binnen. En vaak zijn dat de paarden die ook lichamelijk het slecht hebben. Behoorlijk stijf en strak en vastgereden en vastgeroest. Maar ze gaan maar door, hè? En ze doen het maar.
enorm warm hart voor deze dieren, waar menig ruiter op mag leren rijden. Ze zouden van mij allemaal een lintje mogen hebben. En tegelijkertijd hoop ik dat we naar een toekomst gaan waarin het verboden wordt om op een paard te leren rijden voordat je eerst op een simulator überhaupt hebt geleerd licht rijden. Verlichte zit, staan, staan, zit, 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 staan, doorzitten, de beweging volgen, etc. Zodat je al een stuk ritme en balans en core stability kan behouden voordat je daadwerkelijk op een paard gaat zitten. Want dat is dan weer heel anders dan op een simulator. Maar waar deze paarden in ieder geval kapot aan gaan, is het compenseren van de enorme disbalans die al die beginners hebben. Moet je voorstellen dat je continu alleen maar dat aan het opvangen bent in jouw eigen lichaam. Wat doen we deze paarden aan? Ik denk dat heel veel mensen daar veel te weinig bij stilstaan. Dus ik heb in die zin een enorm warm hart voor al deze lieve manegepaarden die zo geduldig en liefdevol zijn om dit te doen. En tegelijkertijd voel ik een enorme noodzaak om juist hen te beschermen. Maar dat was eigenlijk de doelgroep waarbij je in het gedrag vaak nog wel een beetje hetzelfde paard bleef zien, hoewel ze wel veel meer naar binnen gekeerd raakte, vooral tijdens het werk. Zag je echt overleving. Maar als je de staldeur opendeed, kreeg je gewoon oortjes naar voren en een vriendelijke blik. Dat was bij heel veel paardjes wel anders. Ik heb echt dichtbij meegemaakt hoe heel veel paarden van vriendelijk en open naar de mens gewoon echt boos en gefrustreerd en zelfs agressief richting mensen werden. En daarbij is één verhaal die mij in al die jaren het meeste heeft aangegrepen. Ligt ook heel erg in de lijn met het verhaal van, nou ja, het standaard beginnerspaard of de beginnerspony. Toen ik nog met het clubje meiden voor de paardjes zorgde die de les in gingen, was daar ook Blaya. En Blaya was een pony die in bezit was van de familie al best wel een tijd. En zij had met de eigenaar had ze op vrij hoog niveau gemend. Ik geloof echt ook wel op Z-niveau of zo. Pony had ook heel hoog gesprongen, volgens mij ook iets van M of Z. En ook in de dressuur vrij hoog. Dus die pony had heel veel prijzen voor de familie gehaald. Het was echt een beetje een familiepony. Het meisje wat er altijd mee wedstrijd had gereden, was op een gegeven moment uit beeld. En ja, de pony moest ook een beetje in vorm blijven. Dus ik deed dat samen met een ander meisje. Nou, en je kan je werkelijk waar geen liever, zachtaardiger, vriendelijkere Mary voorstellen dan deze. Een beetje zo'n type als Lila, gewoon echt, ja, gewoon super. Wel, met een beetje, ja, wel werklust en pit en aan kunnen staan. Maar gewoon super lief, vriendelijk, super braaf. Ja, en daar lag helaas de grote valkuil voor deze pony. Want ook deze lieve schat ging de les in en werd de nummer 1 beginnerspony. En zij veranderde wel. Zij veranderde van een ontzettend lief, vriendelijk open ponytje, wat heel gelukkig de wereld inkeek, naar een pony die als ze een mens voor de stal zag, de tralies invloog. Die zo ver afgestomd raakte
dat ze tijdens de lessen, ja, gewoon vaak en veel met zweepen moesten werken. Ze deed ook beginnerslessen aan de longe. Nou, ja, daar gebeurde een soort van hetzelfde. En het heeft me zoveel pijn gedaan om dat te zien, want het was mijn eerste verzorgponnetje. Dus je begrijpt, ik was sowieso helemaal verliefd op haar. Maar om dan zo te zien wat zo'n leven doet met zo'n dier, is gewoon, ja, dat blijft voor altijd een wond. Want je weet gewoon hoeveel paarden hiermee te maken hebben. Zij is geen uitzondering. En ze heeft tot op hoge leeftijd heeft ze dit gedaan. En gelukkig heeft ze nu rust. En is ze er al een tijd niet meer. Maar het is heel oneerlijk wat we deze dieren aandoen. En ik weet zeker dat het merendeel van de mensen het met me eens is, maar dat er ook een deel van de mensen is die niets zien of niet begrijpen. Maar dit meerdere malen van dichtbij te hebben meegemaakt, heeft op mij zo'n diepe indruk gemaakt, dat ik voor mezelf toen wel heb besloten als ik ooit iets terug kan doen voor de manegepaarden, voor de manegewereld, dan moet ik dat doen. Want dit moet wel stoppen. Kijk, we kunnen eindeloze gesprekken voeren over paardenwelzijn en er is wereldwijd echt heel veel leed. Eigenlijk overal waar geld verdiend wordt aan en met paarden, kun je je afvragen of dat het paardenwelzijn ten goede komt. Maar als er één wereld is waar dat wat mij betreft stipt op nummer 1 staat, dan is dat wat mij betreft de manegewereld. Want daar is vaak en een gebrek aan geld, wat dus ook indirect weer op de bordjes komt van de paarden en ponies. En ja, het met zoveel verschillende mensen omgaan die niet allemaal echt 100% één lijn volgen, vraagt zoveel veerkracht en aanpassingsvermogen van de paarden, wat ze dus kennelijk kunnen, want dat zien we, dat doen ze, maar wel echt met enorme gevolgen voor henzelf. Ik zag dus heel duidelijk bij deze manege van dichtbij hoe toch wel minstens de helft van de paarden die in de lessen belanden een behoorlijke gedragstransformatie doorging. Maar wat zeker ook heel veel indruk op mij heeft gemaakt, is de lichamelijke verandering. En zeker naarmate je daar toch wat meer over ging leren, en dat kwam natuurlijk toen Antoine op mijn pad kwam. Maar dat het ook echt wel lichamelijk met veel paarden niet op en top ging. Viel me ook vooral op dat veel paarden behoorlijk stijf waren, opstartproblemen hadden. En ja, dan kwam op een gegeven moment kwam natuurlijk Jacado op mijn pad en kwam Antoine op mijn pad. En in die eerste periode stonden wij dus nog op de manege. Dus je gaat ook anders kijken naar die manegepaarden. En je gaat natuurlijk nog meer eigenlijk zien. En ja, ik had daar echt wel steeds meer moeite mee. Wat ook betekent dat van daaruit eigenlijk in mij een heel diepe wens en verlangen is ontstaan om ooit iets te kunnen betekenen voor de manegewereld. Ik heb daar ook wel zeker ideeën over, want ik zie mezelf niet als de persoon om een manege te starten.
Maar vanuit de kennis en ervaring die ik toen heb opgelopen en de rugzak die ik nu gevuld heb, heb ik wel een heel interessant concept wat voor maneges heel interessant kan zijn om het in ieder geval qua paardenwelzijn vele malen beter te doen en ook dus bij te dragen aan een structurele verandering voor de toekomst. Want als kinderen al leren op een manege dat het anders kan dan een paard de hele dag op stal bijvoorbeeld, of dat het normaal is dat een paard je wil bijten als die aansingelt, of gewoon überhaupt een kind leren over paardentaal, paardengedrag. Ja, daar kan ik een podcast op zich over opnemen. Maar ja, ik geloof wel dat dat veel beter kan. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat de manier van trainen, zoals ik die toepas, super geschikt zou zijn voor op maneges. Omdat het echt gewoon bij ieder paard werkt en ook bij ieder paard voor verbeteringen zorgt. Maar dat het dus ook heel rechtlijnig is wat je doet. Dus iedereen kan letterlijk dezelfde hulpen en technieken leren geven, zodat het voor paarden ook veel duidelijker wordt en dat er niet meer zo ontzettend veel ruis is voor die manegepaarden. Deze podcast gaat ook heel erg over van ruis naar flow. En ik denk voor manegepaarden waar zij aan onderdoor gaan, is dat er zoveel ruis is in hun leven. Het gebied van omgang en training, in hun eigen lijf. Wil je echt een goed manege / leerpaard voor iemand anders zijn, is dat eigenlijk topsport. En zal je eigenlijk zelf eerst als paard helemaal zou je eigenlijk zelf als paard eerst een gedegen basis moeten hebben, waarin je ideaal gezien eigenlijk alle dressuuroefeningen perfect kan. En met een fijn gevoel en correct lichaamsgebruik. En dan is jouw lichaam eigenlijk in staat om dat pas te gaan doen met iemand die zelf nog niet in balans is. Want dat lichaam moet het compenseren, rechts of linksom. Maar als het paard zelf nog niet correct in balans is en je zet daar een ruiter op die dat ook niet is, ja, denk je eens in hoe hard dat lichaam aan de slag moet. Op een verkeerde manier. Ja, en dan zie je dus dat heel veel manegepaarden gewoon helemaal vastgeroest raken. Het heeft niet mijn voorkeur om nog bij manege lessen te gaan kijken. Maar ik weet zeker dat daar over het algemeen nog steeds wel hetzelfde gaande is als in de jaren dat ik nog wel regelmatig op maneges kwam en dingen zag. En dan weet ik ook dat in elke les wel één of meerdere paarden lopen waarvan je eigenlijk af kan vragen, hoor jij nog wel mee te draaien in deze les? Of in ieder geval ernstige opstartproblemen / onregelmatig beginnen problemen. Ik heb ook van dichtbij meegemaakt, omdat ik veel ook meehielp. Dat er soms ook wel dat het voor een manege soms heel erg schipperen is ook. Hè? Dat je een paard zeker wil helpen en het beste voor het paard wil. Maar ja, wat ik eerder ook al zei, het is natuurlijk een business waarin het toch vaak gaat om het maken van keuzes. En geld verdienen is natuurlijk om de paarden in leven te kunnen houden, ook voor een manege, gewoon een prioriteit. Maar ja, dat betekent ook, en dat heb ik echt niet alleen op deze manege meegemaakt, dat er soms ook keuzes gemaakt worden die misschien niet gemaakt zouden worden als het niet om geld zou draaien, als er echt vanuit paardenwelzijn gehandeld kan worden. En ja, ik denk dat het goed is dat we met elkaar in de paardenwereld misschien eens wat kritischere vragen gaan stellen over hoe wij onze kinderen op dit moment kennis laten maken met de paardenwereld. Of dat nog wel zo normaal is. Want je leert al heel jong dat heel veel dingen normaal zijn. Dat het normaal is dat als je langs een stal loopt, dat er een paard naar de tralies vliegt. Oh ja, dat is Pietje, die doet dat altijd. Oh, pas op hoor. Maar het is niet normaal dat Pietje dat doet. En het is ook niet normaal
Dat als je met het zadel aankomt en een paard zijn kont naar je toe draait. Als je bij wijze van los hebt in de stal. Qua opzadelen. Of dat als je aansingelt. Dat iemand anders hem vast moet houden omdat je anders gebeten wordt. Allemaal dat soort dingen. Gaan kinderen heel snel normaal vinden. Omdat dat is wat ze zien, hè, op een manege. Ik vond het ook normaal omdat je het om je heen ziet. En tegelijkertijd was daar bij mij altijd heel duidelijk die stem en dat gevoel. Ja, maar dit is niet normaal. Dit is niet hoe het hoort. Dit is niet hoe het behoort te zijn. En zeker toen ik dus ging merken dat paarden die kwamen die dat eerst niet deden. Na verloop van tijd bijvoorbeeld wel ineens. Hè, de kont gingen toedraaien als je met zadel kwam. Of überhaupt zich anders tot mensen toe gingen verhouden en gedragen. Ik denk dat we daar best eens wat kritischer op mogen inzetten. Ik vind het heel goed dat er heel veel onder de loep genomen wordt in paardenland. Daarvoor is er ook gewoon te veel wetenschappelijk onderzoek. Wat bewijst dat dat ook nodig is. Maar die manegewereld blijft zo achter. En ja, wie is er nou een stem voor al die manegepaarden? Die echt kapot gaan. Echt kapot gaan van binnen. Lichamelijk ongemak. Geestelijk ongemak. Er zijn echt wel een hoop manege's waar ze ook buiten komen. Op deze manege gingen ze gelukkig uiteindelijk ook wel in de paddock elke dag. En op een gegeven moment moet je ook wel als manege, denk ik. Want zeker in de winter krijg je anders ook echt wel ongelukken. Maar in het beginstadium niet. Met had ook nog wel een stukje weiland. Toen kon ze af en toe daar wel op. Maar ja, toen stonden dus heel veel ponies ook gewoon wel echt 24/7. Nou ja, niet 24/7, ze liepen ook in de les. Maar ja, in de stand. Gelukkig werd dat op een gegeven moment afgelast. Hè. Dus ook hier hebben ze toen uiteindelijk de stands verbouwd. En kregen de ponies gewoon allemaal een eigen stalletje. Maar ja, ook daarvan vraag ik mij af of dat nog vandaag de dag past bij wat wij onze kinderen en de toekomst van de paardensport willen meegeven. En hoe leerzaam is het voor een kind om bijvoorbeeld gewoon, stel dat je een mooi Paddock Paradise systeem hebt voor je manege's, ponies en paarden. En die zijn er gelukkig, hè, dus dat is fantastisch, die komen er ook echt steeds meer. En voor die manege's, tegen die manege's zou ik echt willen zeggen van ga ook inzetten op dat stukje fysieke training. En ideaal gezien leer je mensen dus ook niet alleen wat van het rijden, maar leer je dus ook over gedrag, over omgang, leer je over longeren, leer je een stukje werk aan de hand, maar ook vrijwerken, lichaamstaal. Ik denk dat we af moeten van het beeld dat het alleen maar gaat om het paard rijden. Als je naar een manege gaat, dan ga je gewoon leren over paarden. En dat daar af en toe ook een stukje rijden bij zit, is super tof. Maar niet voordat je kan licht rijden op een simulator. Nou, ik heb daar nog echt nog wel heel veel meer ideeën en gedachten over. Dus mocht iemand dit horen die een manege heeft en openstaan voor, voel je absoluut vrij om mij het berichtje te sturen, want ik denk graag met je mee. En ik ben ervan overtuigd dat we het stukken beter kunnen doen voor de paarden. En daarmee ook op termijn echt iets structureels veranderen voor het welzijn van de paarden in de toekomst. Want ja, de meeste mensen beginnen toch op een manege en dan neem je het van daaruit begin met een eigen paard. Dus je kan indirect al het leven van dat paard verbeteren door het voor dat kind al anders te doen. En wat daarbij zo mooi is, is dat als je dat op die manier doet, dat je dat kind ook zoveel meer mee kan geven in zijn rugzakje, waar die in het dagelijks leven ook zoveel meer aan heeft. Want wat zo fantastisch is aan die paarden, is dat ze ons kunnen leren rijden, inderdaad. Maar ze bieden ons zoveel meer. Er is zoveel meer wat in hen zit. En wat zij aanraken of aanstippen in ons.
waar op menig manege ontzettend aan voorbij gegaan wordt, omdat dat natuurlijk niet de insteek en de strekking is, of nou ja, hè, de kennis die daar voorhanden is. Terwijl als je een kind bijvoorbeeld wel leert werken met bijvoorbeeld hè, zijn eigen energie, met zijn eigen ruimte, met het aangeven van grenzen. Hoe doe je dat dan als je een grens aan moet geven? Ja, weet je, je kan inderdaad gewoon vanuit frustratie het paard een tik verkopen. Dan stopt hij misschien ook met het gedrag. Maar welke opties heb je nog meer? En wat is onderaan de streep effectiever, fijner, paardvriendelijker? Maar waar leer je zelf ook het meest van? Want alle keren dat ik vanuit frustratie een paard een tik heb gegeven, heb ik onderaan de streep niet zoveel geleerd. Alleen maar dat ik mezelf niet zo leuk vond als ik dat deed. En dan voelde ik me achteraf toch een beetje lullig en schuldig. En vaak verdrietig. En ja, ik had het veel liever toen anders opgelost dan hoe ik het soms aangereikt kreeg. Maar ja, als je het niet anders weet en je moet wel voorkomen dat je soms gevaar loopt, ja, dan is het ook een beetje schipperen als kind. Maar ik denk dat heel veel kinderen, en zeker in deze tijd, je ziet gewoon superveel gevoelige kinderen. En ja, ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel kinderen zijn die, net als ik vroeger, ja, heel vaak in een soort tweestrijd staan. Je wil niets liever als bij die paarden zijn. Maar vervolgens zat ik dan eigenlijk, als ik dan de hele dag op de manege was, werd ik ook wel weer geconfronteerd met dus heel veel dingen die ik niet fijn vond. Dus de dingen die in de les gebeurden, maar ook de paarden op stal. Nou ja, eigenlijk al die dingen die ik een beetje opgesomd heb. Dus het was, ik vond het vaak wel heel dubbel, dat wel. Ik denk dat ik als kind nog gelukkiger was geweest bij de paarden als ik inderdaad op een soort echt paddock paradise-achtige setting, dat je echt tussen de paarden met elkaar, de paarden ook allemaal gewoon happy zijn, te fijn en goed leven hebben. En nu voelde het wel als voornamelijk toch wel, ja, heel veel verdriet en frustratie en stress bij die paarden. Ja, en deze plek waar ik toch wel een heel groot deel van mijn jeugd heb doorgebracht, is dus nu gesloten. En ik weet zeker dat daar heel wat pennymeisjes met heel veel verdriet rondlopen. Dus ja, het is hartstikke dubbel, want ik weet hoeveel plezier ik er ook heb gehad. En hoe belangrijk de plek voor mij was als kind. En hoe belangrijk überhaupt een manege kan zijn voor een kind. Zeker voor paardenmeisjes, voor echte paardenmeisjes. Heb je zo'n plek gewoon nodig. En tegelijkertijd, ja, hoor je natuurlijk terug in mijn verhaal dat ik de paardenwereld, en vooral dus de paarden, ontzettend gun dat er veel betere alternatieven gaan komen dan dit soort maneges. Ondanks, denk ik, echt wel heel veel maneges met alle goede bedoelingen roeien met de riemen die ze hebben. Ja, denk ik dat je onderaan de streep, als je het echt goed wil doen voor de paarden, dat je echt met hele andere concepten en systemen moet gaan werken. Maar goed, misschien als jullie dat leuk vinden, is dat nog een keer voor een andere podcast. Wellicht wel met iemand die daar ook al mee bezig is. Ja, en laat ik deze podcast vooral eindigen met nogmaals te benadrukken dat mocht jij iemand zijn of mocht je iemand in jouw cirkeltje hebben die zich hiermee bezighoudt en vind je het leuk om hier een keer toch wat meer samen nog in te duiken of over te sparren of mijn ideeën over te horen. En die zijn heel breed hoor, van inderdaad huisvesting, omgang, maar zeker ook de fysieke training. Want daar, weet je kan het nog zo goed doen voor deze paarden qua huisvesting. En je kan ze elk kwartaal naar de osteopaat brengen en je kan elk kwartaal het zadel laten checken en alles helemaal goed laten doen en ze helemaal fijn, ook in de omgang. Maar als er dan qua training toch constant compensatie is, omdat het paard eigenlijk zelf hè, niet voldoende in balans is en ook iemand moet dragen die het nog aan het leren is, dan nog gaat er ergens iets niet goed. En daar zijn oplossingen voor en dat is zo fijn en zo mooi. Want ik denk, het is belangrijk dat we die cirkel rondmaken, dat er een waterdicht concept staat, waarbij mensen het wel de gelegenheid krijgen om
paarden in hun leven te hebben en daar dus ook breed over te leren. En dat het dan niet alleen gaat over het rijden. Dus iemand die naar een manege wil om alleen maar te leren rijden, is misschien niet welkom op zo'n plek. Ja, of misschien wel welkom, maar voelt zich misschien daar niet thuis. Want ja, de intentie is denk ik op zo'n plek veel meer. Het gaat om het wezen paard en wat daar allemaal bij komt kijken. En daar is een onderdeel van een stukje rijden. Dan vallen er natuurlijk vanzelf ook al mensen af. Ja, die hadden wij vroeger op de manege ook. Die gingen dan op het lijstje kijken op wie ze moesten rijden. Die kwamen 10 minuten voor tijd. Die zaten al te zuchten als ze moesten opzadelen. Die wilden het liefst gewoon opstappen. En ook niet na die tijd hoeven afzadelen en zo. Nou ja, ik snapte daar nooit wat van natuurlijk. Als doorgewind het pennymeisje. Ik wilde niet liever zelf poetsen en opzadelen. En ook het liefst weer zelf afzadelen. En dat paard ook net even een beetje dat extra geven. Dat beetje extra liefde en waardering en dankbaarheid. Ik vond het altijd heel apart dat mensen het echt als een soort gebruiksvoorwerp zagen. Ik kom even een uurtje rijden en ik stap weer af. En hij krijgt even een klopje op zijn hals als hij geluk heeft. En that's it. Ja, moet je voorstellen dat er zo met je omgegaan wordt, hè, als paard. Als gevoelswezen, hè. Is wel mijn allergrootste wens dat voor de manegepaarden echt structureel wat gaat veranderen. Want ik denk dat we die met z'n allen toch wel een beetje te veel vergeten. En daar zit wel heel veel ruis en heel veel shit en heel veel bagger. En voel jij ook een vlammetje voor de manegepaarden? Wil je er iets over delen met me? Wil je er iets over kwijt? Wil je er iets over vragen? Heb je er iets aan toe te voegen? Je kan me mailen op info@atletischerijkunst.nl. Je kan me ook een berichtje sturen. Je kan een reactie achterlaten op deze podcast. Maar ik hoor graag van je. Want samen staan we sterk. En samen geven we ook een stem aan deze paarden. Ik wil je bedanken voor het luisteren van deze podcast. Maar ik wil je vooral vragen, als dit onderwerp je aangrijpt, om deze podcast te delen. Want hoe meer mensen we om ons heen verzamelen die er hetzelfde in staan, hoe beter we ook voor verandering kunnen zorgen. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Als het goed is, komt de volgende podcast Het Verhaal van Meisje. Maar ja, dat laat ik maar even in het midden, want misschien waait de wind wel weer net even wat anders. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik deze podcast nu heb opgenomen. Omdat die ook wel heel dicht bij je kado stond nog. En omdat dit onderwerp mij ontzettend aan het hart gaat. En ik hoop jou ook. Als we allemaal een steentje bijdragen, dan kunnen we echt fundamenteel ervoor zorgen dat het leven van heel veel paarden beter wordt. En daar wordt mijn hartje zo blij van. Ik hoop die van jou ook. Heel veel liefs en een hele fijne dag. Doei doei!